What's up, it's your boy right here in Aruba Airport. About to go to Suriname, the motherland, Paramaribo, doing two gigs. One is at Club Euphoria, and the other one is the Pagua Festival at Independence Square. Taking the homies Nuts Beats with me. It's right there. TJ hanging out. Little delay, but I think we're good to go now. So just follow me. Yeah. Got my sweater on. Look at this shit. Damn. I'm probably gonna come back like gaining about 5 pounds. Maybe. Let's do it, man. Let's do it. My contact. Let's go. TJ, je kan op die vliegtuig plassen. So the guy decided to go to the restroom last minute. Would you leave him here if he was late? You, would you leave him here? I would leave him here. Look at him. Look at him. Not serious. Go to Suriname. Hello. Safely. Thank you. I got 60. Good effort. Hello. Down there, yes, thank you. Yay, yay! Just landed in Paramaribo, Suriname. And I'm hungry already. Shit. Yaman! Thank you, El. Lekker, hè? This is the jungle hitter. Hello! Hoe gaat het? Welkom. Het is vanzelfsprekend. Ja, ja. Hoe is het? Gefeliciteerd nog. Dank je, welkom, welkom. Alles goed met jou? So, can you please welcome us or say something for the video? Hey, welkom, welkom. Thank you very much. Veel. I see this is the national drink. Sakapa. So yeah, it's 2:30 at night, and we just landed, and somewhere down the road, let's say in Lely Dorp, we're picking up some food, a special request, a midnight snack. Doxa, come Tessie. Good. Go ahead, John. Fire. My water. No. Yeah, we're here. Midoro. Narai, Vatus, and Bukau. Yeah? Bukau. Yes. Yes. Oh, that's it. Is the toilet? 1, 2, 3. Zullen we een mooie kamer zijn? Good morning, guys. Just woke up in Paramaribo, the hotel. Nice, just had some breakfast. It's 10:30 a.m. and I'm about to have a press conference about the parties I'm doing here. It's about the Pagua Festival, so yeah, waiting for my ride to arrive and then off to the press conference. I'm gonna hang out in Suriname a lot, gonna eat a lot. I plan to eat a lot of food. So y'all stick with me. Sorry. Welcome to Suriname. Yeah. So yeah, press conference right now, about to start. We're in the new club called Club Euphoria, doing a press conference. Basically, we're gonna talk about the events. You know, my annual return to Suriname, as always. And there are a few people that just wanna ask questions, so let's go. Ik heb eigenlijk al jaren het streven om iets met Surinaamse muziek te doen in elektronische muziek. En die wens heb ik nog steeds. Alleen door mijn drukke schema is het zo moeilijk om daar tijd voor vrij te maken. Dus ik ben nu eigenlijk naar een manier aan het zoeken om de juiste partij te betrekken om dat idee wel voor te zetten.
Een van de wilde ideeën die ik wil bespreken met onder andere een partij als Lustig Events is een soort Producers Academy op te zetten hier in Suriname en te kijken of we een broedplek kunnen creëren voor jongeren om uiteindelijk door te stromen en eigenlijk die ervaring ook te delen die ik heb, los van de muziek natuurlijk. En uiteindelijk toch een talent proberen te stimuleren die de potentie heeft om internationaal door te breken. Er zijn genoeg muzikale talenten hier in Suriname, dat is inmiddels wel bewezen. Alleen is er geen springplank voor het talent. Het zou zonde zijn als ik mijn ervaring niet zou delen met mensen. Helemaal niet met mensen van mijn eigen afkomst natuurlijk. Dus wat dat betreft spreek ik sowieso een paar partijen deze week. En hopelijk kunnen we dat omgieten in iets concreets. What are you doing here? Ik ben een mooie man. English only. Oh, serieus? Yes. Oké, maar dan moet ik je nou wel even. Can I sit down? Ja. What's up, man? Here in Suriname, Paramaribo. About to do some TV interviews. I'm here at ABC. We're going to go live on TV. Me, Nuts Beats. And it's basically a little promotion about tomorrow and Friday. Well, actually, tonight. Oh, shit. I'm playing tonight. I forgot about it. So, playing tonight and we're promoting tomorrow. Tomorrow is the big Pagua Festival. And it's about to go crazy. So we're here at ABC. And just follow me. That's it. We have a super, super speciale gasten in the studio here at the Love Station. Nou weet je, ik ga gewoon iedereen zichzelf laten voorstellen. We hebben DJ Chucky's in the house. Okay, and we hebben Nuts Beats from Aruba. How's in the house? Huh? Kan je gewoon iedereen oproepen om naar het feestje te komen? Morgen natuurlijk en vanavond ook. Voor iedereen die niet van plan is te komen morgen, vanavond in ieder geval een feestje in Club Euphoria. DJ Chucky Nuts Beats in the house. Het wordt een gekke huis en geloof me, het wordt een gekke huis. En voor de mensen die wel morgen lekker vrij zijn en overmorgen ook vrij zijn en die lekker Pagua willen vieren, nodig ik iedereen uit om te komen naar het officiële Pagua Festival. De enige echte Pagua Festival op het Onafhankelijkheidsplein. So we are at ABC TV. About to go on to this program called Switch. Blue Ground. Yeah, you can't No. We're going to Blue Ground. Blauwgrond. And Blauwgrond is a place where you kind of like eat at people's house. That's the whole setting. It's insane, so I'll take you there. Me, Nuts Beats, TJ, the VJ. Santa Claus. Nuts Beats. So, out here in Suriname, at Blauwgrond, about to have some Surinamese food, Japanese food, some typical traditional food with some friends. Waiting for the food, as always. It's gonna be good. Dank je wel. Here at the soundcheck of the Pagua Festival. Checking out the stage. Looks amazing already. Look at this. This is the night before. Yeah. I'll show you. So on our way to Pagua Festival right now, as you can see, people are beautifully colored. Yes, yes. Shut up!
trappen jullie natuurlijk, toch? Ik heb iets moois klaar. U hoeft alleen op deze te brengen, dan gaat iedereen los. Wacht even. Als deze knop wordt gedrukt, gaat iedereen los. I'm proud to be from Suriname. So, I want to do a couple of pictures. So, can we get some lights on the crowd? I need some lights on the crowd. I want to see the crowd. Ik wil het publiek zien. Ik wil een foto maken met iedereen. Suriname, gaan we een selfie maken of wat? Ik wil alle handen lucht, alle handen in de lucht. You can do that with music, do the music. Oké. Nog meer handen, nog meer handen. 1, 2, 3, meeste noise! Maar tegenwoordig zijn er echt te veel te van Efton, dus ik moet ook iets op mijn Snapchat zetten. Oké. 1, 2, 3. Let's go! Oké. Wacht, het was niet gelukt. What's up, it's your boy Chucky. The festival was absolutely insane. Pagua Festival 2015 was a hit. It's 10:30 right now and I'm at the airport about to fly out to Austria. I'm flying to Vienna. Austria? Amsterdam. Yeah. Anyway, man, I'm lost. Man, this trip to Suriname was so crazy. Crazy, I'm talking about crazy. Oh. Man, you don't even understand, dog. My pants falling down. Hold on, let me put my shit together. Thanks, anyway.